Hey kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatar Log samen met Sander van Gaming SB. Ja, dat ben ik. Ja, dat klopt dat jij dat bent. Wat ik ga doen, ik ga even links van deze stad ga ik heel even een Pokémon proberen te vangen. Want dat is? Welke Pokémon bedoel je? Ja. Meryl, want die wil ik graag in mijn team. En ik kan er natuurlijk niks vangen. Zal ik eens kijken, want ik heb hem nog openstaan. Jawel, je kan een Surfskit vangen. Dat is Buckwater. Misschien heb je daar wat aan in je team. Ik heb al water, maar in principe... En je kan nog één hele overpowerde Pokémon vangen. Of twee overpowerde Pokémon zelfs. En dat? Volbeat en Illumise. Oké, daar hoef ik niet te kijken. Nee, ik ga Volbeat en Illumise ook niet vangen, maar je kan altijd hier nog terug als je Pokémon's nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld voor de Surfskit ook, maar Surfskit is 1%, dus als ik die tegenkom ga ik die wel proberen te vangen. Maar ik kan hier echt heel veel Pokémon's vangen. Ook Roselia nog, en ik heb nu Meryl. Niet goed. Die is goed. Je bedoelt route 118, maar hier is geen gras. Links. Is dit route 118? Oh, jij zat links. Route 117. Ik dacht dat je rechts zei. Nee, dat zei ik niet. Ik was ook eerst links gegaan. Toen dacht ik, ik weet niet wat links en rechts is. Maar schijnbaar... onderbewust... Ja. Zijn wist wel... welke kant ik op moest. Nou, oké. Okay. Zal wel. Oké, hij broke free, maar dat zat er wel in. He's breaking free! Sorry. Oh, zo irritant. Je hebt niet aparte Pokéball bag, zeg maar. Ik wou even kijken of ik Pokéballs had. Maar het zit gewoon bij je items. Dat is heftig. Het is in Black and White, volgens mij. Dat zeg ik kut. Nee, in Black and White had je dat wel. Maar dat wist ik niet. Maar dat heb je dus wel. Ik zei het ook verkeerd in mijn aflevering. Oh, ik dacht dat je dat niet had in Black and White. Ja, wel, heb je wel. Alleen die de back in Black and White is ook kut, toch? Ja. Ik vond die van... die van Gen 3 en 4 zijn gewoon de best, naar mijn mening. Ja, en de nieuwste ook wel, hoor. Ik vind die van Sword and Shield het best. Dan kan je heel makkelijk sorteren en zo. Ik heb een Meryl. Echt deze stad te bewonderen, man. Nice. Oh, hier is een gym, denk ik. Ik ben met Wally aan het praten. Nee. Ja, daar is de gym. Ik zag het ook aan de gym logo. Hoe zal ik deze bitch noemen? Hallo. Ah, Sander. Hey, ik had net een gevecht met mijn oom die niet wil dat ik een Pokémon trainer word. Ja. Oh, cool. Laten we battelen. Hij heeft ook alleen een Ralts, what the fuck? Dan ga je toch nooit winnen, gast? Nee. Hoe zielig ben je? Ik bedoel, hoe... Heb jij ooit die video gezien van Jaden Animations, dat zij een Nuzlocke doet? Nee, hij staat wel steeds in me aangeraden en dan denk ik... Oh, die moet je een echt kijken. Maar... Ja, die is echt aan... Ja, dat is echt een hele leuke video. Dat is echt een aanrader. Oké. Ja, ik ben wel benieuwd nu. Ja, ik denk dan altijd van, oké, die is wel leuk, die wil ik nog wel een keer kijken, alleen dan vergeet ik het weer steeds. En dan wil ik eerst of weer wat anders kijken, of ik ben eigenlijk met iets anders bezig. Ja. Ja. Oké, de Ralts is neer, dat is ook zijn enige Pokémon. Zo van, hij heeft maar laten zien hoe je een Pokémon moet vangen. En nu heeft hij maar één Pokémon. Heeft hij er zelf überhaupt al wat van geleerd, joh? Echt, hè? Alleen, dit wordt voor mij best wel een lastige gym, want dit is elektrische gym. Oh, die wordt voor mij echt easy met mijn meneer. Katara. Heb je iemand Katara genoemd? Nee, shit. Nee. Oh. Ik weet niet meer hoe ik hem had. Oh, zo dus. Had ik Azumarill moeten noemen, of Meryl moeten noemen. Nou ja. Ik weet niet, hij was letterlijk net in beeld, ik weet het jongens, maar ik weet even niet meer hoe ik hem had genoemd. Oké, doei. Ja. Ook echt een Ralts, hè? Volgens mij heeft hij een Nuzleaf bite, dus dan is hij one to kill als het goed is. Oh nee, hij heeft geen bite. Hey, ik heb Rock Smash.
Niet dat je daar iets nut... Oh, wacht, dat is een fighting type move. Wie heeft er dan bite? Alleen, dat is echt een kut move volgens mij. Volgens mij echt de enigste twee goede AM's zijn strength en surf. Surf sowieso. Ja, strength gebruik ik ook niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, omdat het vaak voor normal is. Ja. Maar als jij een normal gast hebt, is die best wel goed. Ja, dat is waar. Ik zit even te denken. Fly vind ik op zich ook nog wel oké. Okay, alleen is het natuurlijk jammer dat je twee beurten nodig hebt. Maar Fly is op zich niet zo heel slecht. En Rock Smash is early game ook nog wel oké. Okay, alleen later niet meer. Ja, nou ja, ik zit al met Arm Thrust en Force Palm. Ja. En Arm Thrust, of die drie keer doet, dan heeft hij al meer dan Rock Smash. Ja, dus ik ga hem niet aanleggen. Ja, misschien moet het wel. En je hebt nog dive in deze game, hè? Ja, ik vergeet altijd over de AM dive. Waarschijnlijk omdat ik deze games niet zoveel gespeeld heb. Ja, en je zit alleen in deze games als HM. Ja. Net als Defog in Diamond and Pearl. Dat is ook de enige game. En waar. Flash in 1 en 2. Oh, en je hebt ook nog Rock Climb. Je hebt ook nog Rock Climb in... Diamond and Pearl. Heb je die niet in Gen 2 ook? Alleen in de remakes Hard Gold en Soul Silver. Oh ja, tuurlijk. Dat bedoel ik ook met Gen 2, maar dat is ook wel logisch, want het hoort nog bij Gen 4. Mm-hmm. Wat wil deze man? Deze gym is ook anders, of niet? Ja. Bijna alle gyms. Bijna alle gyms zijn anders. Maar nu is de vraag, ga ik dit ooit winnen? Nee? Ja, weet ik niet. Ik ben niet echt van plan om Zoomer te gebruiken, maar het is eventueel ook wel twee Pokémon. Dus ik denk dat ik hem toch maar vooraan laat staan. Ondanks dat ik hem niet zo... Ja, ik heb Ninkada, ik neem Ninkada ook mee, alleen... Die gaat er uiteindelijk ook uit, zeg maar. Alleen ik dacht van ja, inderdaad voor de Shedinja, die je best goed kan gebruiken als ik geen super effecte aanval doet. Ja, daarom. Alleen als hij gepoisoned is, ben je wel fucked. Want dan... Hij heeft maar één hit nodig, zeg maar. Dat is het kutte. Ja, precies. Kijk, als je... Daarom is... Die ability, als je dingen randomized en je zet hem op dat iedereen dat kan hebben, Wonder Guard heet hij, ja. Dan, dan is het echt OP, want je moet damage doen. Weet je wat er gebeurde? Nou. Ik deed Nature Power, dan wordt het Tri-Attack als je binnen bent. En ik frozende iemand. Oh, wat? Ja, fucking heftig. Volgens mij is dat echt bijzonder. Ja, want frozen gebeurt al bijna nooit. Dus zeker niet met Tri-Attack, waardoor je ook nog eens geparalyzed of geburnt kan zijn. Dat is waarschijnlijk echt nog een... Nou, misschien 5% kans, maar... Ja, maar ik denk minder. Ik denk minder. In ieder geval, jij was ergens mee bezig, sorry. Jij was een verhaal aan het doen. Oh. Ja, weet ik het. Welke Pokémon? Ik heb... Gitarist Kirk verslagen. Oh ja, over Wonder Guard was ik aan het vertellen. Ja. Als je in randomizers dat zet, dat zeg maar iedereen dat kan hebben, dan is hij echt vet OP. Yeah. Stel je komt de Sableye tegen, met Wonder Guard. Dan ben je fucked. Ja, en zeker early game natuurlijk. Ja. Ja. Ja, of Spiritomb. Aan de andere kant, als jij hem hebt, als jij een Sableye vindt met Wonder Guard. Jij moet hem dan nog wel vangen en niet doodgaan. Dus in dat opzicht is best lastig. Maar als je hem eenmaal hebt, dan kun je echt sweepen. Ik deed Fury Swipes en ik had 2 crits. In mijn Fury Swipes. Hij deed maar 2 keer en hij deed 2 keer critten. Waarom is deze puzzel zo makkelijk? Oh, er is nog een puzzel. Vandaar. Dan moet ik eerst echt deze gast vechten. Vooruit. Hey, jongster Ben. Wat doe jij hier? Chillen met mijn homies. Hij heeft maar één Pokémon, dus. Ja. Homies, het is eerder homie.
Maar goed, dat verwacht ik. Ik ga even healen, want dit wordt echt moeilijk voor mij. Deze gym. Dat kan ik me wel. Ik heb geen super effective aanvallen, dus dat is een beetje lastig. Oh, hij doet Odensloe. Volgens mij kun je dan altijd aanvallen. Heb je geen attacks die immuun zijn. Dat is wel een goeie voor een electric type. Of normal type. Ja. Maar dat is niet. Wat is beter? Stunspoor of poison powder? Ja, ik gebruik beide niet, maar als ik... Poison power. Ja? Ja. Zeg maar, poison, dan gaat hij steeds... De kans op paralyze... Je hebt wel de speed gelowerd, alleen... De kans dat hij ook echt niks doet, is best wel... Laag bij mij, want ik heb altijd ongeluk. Ja. Ja, dat klopt op zich. Alleen wat ik met paralyze heel fijn vind, is... Sommige battles kan je bijna soms alleen winnen als ze een keer niet aanvallen, weet je wel. Zodat jij even ruimte hebt om te healen. En dan heb je meer aan paralyze. Oh, weer een frozen, mijn tweede. Wat hier gebeurt? Hebben ze dat niet Nee, volgens mij niet. Spin. Dit is fucking heftig. Volgens mij hoort het echt niet. Ik geloof dit niet. Dit is echt heftig. No, maar ik geloof dit niet. Wow. Nice, ik ben blij. Ja, snap ik. Zou ik ook zijn. Dus... Oké. Okay. Confusion. Hoezo heeft deze gast überhaupt een meditite? Wacht even. Wow, backup. Ja, wat heeft dit met elektrisch te maken? Wait. Ik dacht al, een meditite. Oh, dat is echt kut. Die kan ik niet zo makkelijk one hit KO'en. En toen bedacht ik me, wacht. Wat gebeurt hier? There's one imposter among us. Wauw. Nee. Ik ben echt sukkel. Oh, hij critte mij. Ik was bijna dood. Ja. Wel, oké. Okay. Ja, dat is kut. Dan switchen we maar even, hè. Voltorb gaat wel dood. Oh, heeft die Thunder Punch. En dan precies op het juiste... Wauw. Oh, dit geloof je echt niet. Mijn Wingull is dood. Maar wat er nu gebeurde, sloeg nergens op. Hij ging opeens naar Thunder Punch. Terwijl ik net switchte. In Pico. En dat is keer 4. Oh. Dit is echt kut. Yep. Dat is het. Kom op, nog een Frozen. Ja, what the fuck, dat kan toch niet? Ik heb 3 keer achter elkaar Frozen. Dit kan niet. Oh. Hij had wel iets waardoor die Frozen meteen wegging. Maar ik froze hem weer. 3 keer achter elkaar. Dat kan toch helemaal niet? Ze gaat nog een Voltorb gast. Really? Oké. Apart keuze, maar... Ik ga weer even healen. Misschien kan ik ook beter... Ik weet ook niet waarom, maar ik doe nog steeds geen Mudbomb. Ja, tegen elektrische Pokémon heeft dat best wel zin. Nee, ik doe Mudshot. Oh. Dat is meer een ding. Mudbomb. Doe ik een keer Mudbomb Misty? Misschien is dat de reden waarom ik dat doe. Ja. Die kans is best aanwezig. Dat de reden was waarom je dat deed. Ja. Yep. Deposit. Hey, blinde bandiet is level 19. Knock-off. Ja, voor Center Tech dan maar. Zo. Ik weet ook niet, wat is beter in deze game? Om te switch trainen of om gewoon te verslaan? Nee, met de XP share trainen. Vind echt?
vind ik, hè. Ja, maar vind ik, het is gewoon... Ik vraag naar een feit eigenlijk. No offense, maar... Ja, maar waarom... Hoezo? Ik snap het niet. Nou, kijk. Ik moet weten of ik beter kan switch trainen. Zeg maar, of die Pokémon dan meer XP krijgt dan dat ik gewoon met één Pokémon doe. Dat wil ik weten. Ik denk dat switch, dat je met switch trainen wel... ik weet het niet zeker, hè. Maar ik denk dat je met switch trainen wel meer XP krijgt. Alleen moet je gewoon je XP share uitzetten dan. En dan alleen maar switch trainen. Want dan krijg je maar twee Pokémon's XP. En dan krijg je meer XP, denk ik, dan dat je erin laat. Nou, dat doe ik niet. Dus dan laat ik zitten. Oké, Magnemite. Dat is echt easy kill. Watson. Ben je al bezig met Jimmy? Yep. Yep. Voor de attack, tuurlijk. Waarom heb ik ooit mijn bom aangeleerd, jongen? Echt, ik word hier echt scheidsziek van, nu al. Oh, hij heeft ook sturdy. Als ik dat wist. Wat hebben we toch in deze game met sturdy, echt hoor. Weer sturdy, gast. Gaat hij weer natuurlijk een super potion gebruiken? Oh, ik haat deze man. Beste Watson, kun je alsjeblieft stoppen met gym leader zijn? Want ik word hier echt scheidsziek van. Echt, hè. Oh, Magneton. Oh ja, die heeft natuurlijk ook sturdy. Fijn. Weet jij hoe de battle van Ash tegen Watson gaat? In de anime? Ik heb weer een Frozen. Nee, ik moet echt zeggen, als je dit over een Gen 1 ding had gezegd, dan had ik het wel geweten. Oké, nou, Ash one-hit KO'd alle Pokémon van Watson. Met Pikachu. Pikachu heeft in een paar afleveringen daarvoor heeft hij dan zo'n... heeft hij onder stroom gestaan, dat hij een hele erge lading had, dus die Pikachu is zeg maar een soort van ziek. Alleen hij gebruikt die Pikachu dan en die one-hit KO'd alles. Wat? Maar dat is toch als hij net nadat hij in Hoenn is, gebeurt het toch? Watson is echt de vierde gym of derde. I'm confused now. Ja, nee, dat gebeurt na de tweede gym. Want de tweede gym moet hij tegen Brawly en dan verliest hij de eerste keer. En dan vangt hij die Corphish. Ah. Corphish. Nou, dat had ik niet geweten. Ik weet wel, er is één elektrische gym die ik wel weet. Dan gaat Ash, dat is het Black and White volgens mij. Dan neemt Ash geen Pokémon. Nee, wacht. Hoe zat dat? Ik weet niet zo goed welke kant. Ik weet niet meer. Ik dacht dat ik... Er was één zo'n visje, echt die lijkt echt nutteloos. Dynamo, die deed ook, echt die one hit. Hitte elke Pokémon van Ash of zo. Echt bullshit. Ja, maar wel vette Pokémon. Ja, maar die Dynamo lijn heeft geen weakness. Want die heeft die is pure electric met Levitate. Ah. Dat was het inderdaad. Hij had, dat dacht ik in eerste instantie ook. Hij had een ground Pokémon meegenomen. Mm-hmm. Maar die werkt dus niet op Dynamo. En dat was de enige Pokémon die hij had meegenomen. Dat was het. Lol. Dat was de hele gym battle. Wat een cirkel. I mean... Ja, het is wel echt dom. Op zich had hij nog... op zich het idee van een ground Pokémon meenemen... Is wel slim. Maar het idee om al je andere Pokémon's te boxen... dat is niet echt heel slim. En ik ken zowat de hele Pokémon League van... of nee, het is vooral de laatste battle van Diamond and Pearl. Die Pokémon League. Omdat ik echt die battle echt haat en leuk vind tegelijkertijd. Dat dan verslaat Pikachu en Latios en dan komt er nog een Darkrai uit. Of zo. Oh ja, die onzin. Nee,
Latios. Ja, echt verslaat de Latios uiteindelijk met Pikachu. Mm-hmm. En de Darkrai verslaat hij met Snorlax, Growth. Ja, uiteindelijk met Growvel. En daarmee is die Snorlax verloren. En Gible volgens mij nog een heleboel anderen. Maar dat weet ik niet precies. Maar okay. Ik weet wel echt dat ik dat al in bullshit vind. Ja. Ook heftig dat je gewoon legendarische mag gebruiken. Ja, echt. Ik heb echt een hekel. Hij had die league gewoon echt moeten winnen. Ik word er gewoon echt boos van, ja. Ik bedoel, ik zit nu te lachen, maar diep van binnen ben ik echt woest. Wat is dit? Iets. Oké, okay, ik begin nu tegen Watson. Alsjeblieft, doe een Frozen. TV Studios? Oh, dit is... dit doet me denken aan Black and White 2. Mijn favoriete deel uit Black and White 2. Echt, maar niet eens. Op zich, het idee is wel leuk. Filmstudio's, ja. Alleen... Ja, niet goed uitgewerkt. Nope. Oh, hij is waar kan ik... Magneton. Oh, dit wordt echt een kut battle. Hoezo? Oh ja, voor jou niet. Ja, never mind. Waar kan ik een fiets halen? Als je bij de Pokémon Center naar beneden gaat en dan naar rechts. Dan in het halletje, in het stukje gang voordat je de route rechts inloopt. In de half dat je de route rechts. Oké. Okay. Oh, ik krijg echt flashbacks naar de Firelock. Dat hij elke keer Volt Switch doet. Weet je, kijkers dat al? Is de Firelock al zover? Ja. Yeah. Als jij dit uploadt? Ja, de Firelock is al klaar en dat is ook al op het moment dat deze uitkomt. Ja, oké. Okay, ja, ik wist dat je die vandaag... maar weer, ik wist niet... Oh ja, je kunt kiezen tussen de Acro en de Macro Bike. Of een Acro en de Matchbike. Matchbike, ja. Yeah. Maar ik weet niet welke ik moet hebben om... Het is voor de story, maakt het sowieso niet uit welke je hebt. Nee, maar ik wil naar boven kunnen op van die glijbanen, zeg maar. Ja. Zegt hij ook niet welke... Oh, heeft hij wel gezegd, maar ik heb daar niet aan opgelet. Ik word echt chagrijnig nu alweer van die Volt Switch. Acrobike. Even kijken. De Acrobike is een key item. Player can ride. Ja, joh, echt. Oh, je kunt een wheelie doen en een hop. Okay. Ja, dan moet je die andere hebben. Dan moet ik deze hebben. Proton bike en bicycle. Nee, dat wil ik allemaal niet weten. Oh, hij doet rollout. Effect. Faster. Ja, faster. Ja. Magbike. Hier. Neem die ding. En dan kan ik volgens mij Aaron... ja, Kyo doet vangen in die ene cave. Die cave bij Dilfert, ja. En aangezien jij toch nog bezig bent. True. En ik hoop dat ik hem überhaupt ga halen, want ik zie het niet gebeuren hoor. Wat? Dat je hem gaat halen of? Dat ik hem ga halen. Hoezo? Hoe werkt die? Oh, ik heb hem natuurlijk nog niet geselecteerd als key item. Nice. Goed. Hoe werken key items in deze game? Oh, wauw. Wordt dat de... Kan dat alsjeblieft de... Hoe heet het? Als ik het niet vergeet. De afleveringtitel worden. Ja. Dat is echt... Dat ga ik sowieso vergeten natuurlijk. Oh. Ja, maar... dan weer. Ah, boeit ook niet. Oh, ik word zo chagrijnig van deze game. Helemaal. Strikes hier. Ik denk eventjes gaan we naar Dilfert. Nee hoor. Volgens mij, als je Surf kent, dan moet je toch ook, kun je niet meer die Pico gast gebruiken. Ja, dat kan gewoon. Oh, ik dacht dat het niet meer kon. Ja, zeker wel. Op een gegeven moment. Maar je krijgt Fly eerder dan Surf, dus je kan gewoon vliegen. Nee, dat is niet waar. Nee, je krijgt Surf eerder dan Fly, sorry. Je krijgt ze wel heel snel na elkaar trouwens, Surf en Fly.
ik dacht dat Fly echt heel laat was in deze game. Nee, net voor de zesde gym. Net voor de zesde gym. En Surf krijg je na de vijfde gym, dus. Ja, oké, maar ik bedoel, Fly op zich krijg je best laat in deze game, toch? Zeg maar, in andere games krijg je hem eerder. Oh, dat zou best kunnen, dat weet ik zo niet. Ik denk dat ik net niet kwijtraak. In... Ah, oh, 1 HP! Ah, ik was blij, maar hij doet geen aanval, dus ik heb er niks aan. Wat? Ja, Nuzleaf die bleef leven op 1 HP, alleen daar heb ik niks aan, want hij miste zijn aanval omdat hij geparalyzed is. Oh, wat? Dat is echt... Ah, dat is naaiend. Dit is wel een heerlijk nummertje. Jullie horen dit ook niet, dus dit is echt vet cringe voor jullie. Zeg maar, het was al cringe als je het met geluid hoorde, nu hoor je het zonder geluid. Okay. Dus, let's go. Oh, ja, doet hij ook nog super potion? Ja, ik kan nooit winnen joh, op deze manier. Heeft hij niet de super potion aan het begin al gedaan? Nee. Oh nee, je hebt natuurlijk geen... Bij jou had die Magnemite wel sturdy, maar dat was niet van effect, omdat je niet een 1-hit KO. Natuurlijk. En ik ben echt dom. Ik moet tegen Backpacker Gray. Aha. Oké, weer een Pokémon dood. Loudred. Je gaat me niet zeggen dat we deze serie ook doodgaan. Nee, ik heb nog heel veel Pokémon in mijn boxen. Yes. Dus daar ben ik niet zo bang voor, maar ik denk wel dat ik weer ga wipe-outen. Ja, nou ja, dat is ook kut. En dan moet ik weer... Zul je net zien dat ik nu een Geodude tegenkom? Dat mag ook. Nee, oké. Okay. Ik wou net zeggen, heb ik zoveel moeite gedaan om helemaal hier terug te lopen. En eerst die bite te pakken en dan kom ik in één keer. Ja, ik kan deze niet winnen, dus ik moet wachten tot ik dood ben. Oh, wat? Oh, dat is echt kut, man. Oh, wat? Deze cave is donker? Oké. Makuhita. Wacht, wat? Ik dacht ook hier dat ik dat veel Gio doet steken. Ik baal dat ik mijn dingen mee heb genomen, Meryl. Ja, dat snap ik wel. Want die gaat natuurlijk weer dood. Yep. Dat is echt zonde. Nou ja, ik hoop het niet voor je, maar... Jawel, hij gaat sowieso dood, want ik kan dit nooit winnen. Oh. Wat? Oh, Geodude staat er niet eens, dus Aaron wel met 30%. Oké. Okay. Gaan we voor hem. Oké, ik ben dood. Dan ga ik al die Pokémon wel eventjes in de juiste box doen. Oh, ik kan Meryl straks ook als ik die tegenkom. En een Aaron. Ik kan deze niet verpakken. Oh jawel, ik heb zoomen. Alleen die gaat... Dat was misschien niet heel slim om die in te zetten. Ik ga even kijken wat mijn team gaat worden. Oké, ik doe één keer voor... Oké. Oh, wel 5 times. Dat is chill. Mudslap. Oh, dan ben ik dood. Ah, nee. Oh, wat? Doet dat zo weinig? Oh, not very effective. Ik had verwacht dat het super effective zou zijn. Check moves. Heeft deze absorb die slecht? Ik denk, zal ik Roselia nog vallen? Maar jij moet nu eerst weer trainen, denk ik. Mm-hmm. Even kijken. Oh, we zijn ook bijna een half uur bezig. Ah, het is echt kut dat je zo genaaid wordt, man. Yep. Ik zit te kijken wat ik in mijn team dan ga doen.
FPS. Nu zie ik geel, nu moet ik. Ik heb natuurlijk geen super effective aanvallen, dat maakt het zo moeilijk. Ja, dat is wel. Want ik heb straks dan een Gyarados. Alleen daar heb ik helemaal niks aan, want die is gewoon one hit kill. Hoezo? Oh ja, tuurlijk, fly. Ja, gelijk. Ja, dit. Te denken. 1, 2. Ja, oké, dat viel te verwachten. Maar, als dan. Ik kan nog kijken voor Roselia voor erbij. Oh, die heb je nog niet. Ik dacht dat je die al had, joh. Nee, ik heb nog niet gevangen. 3. Yes! In een pokeball ook nog. Nice. Oh, wacht. Ik krijg ook... Oh ja, tuurlijk. Dat is in deze game. Dat had ik kunnen weten. Zal ik maar surfen? Nee, dit... Daar moet ik het echt mee doen. Oké. Okay. Ik heb een error. Dan ga ik heel even deze aflevering nog kijken of ik Roselia kan fixen. En dan... Ja, is goed. Ja. Ik zat te denken, hoe heet die ene vrouw van Korra die metal kan benden? Maar ik noem hem wel gewoon Bifon. Dat kan Bifon, ja. Gewoon niet moeilijk doen, gewoon Bifon. Ja. Oh, wat? Hier hoort ook een Marowak te vinden te zijn. Is dit nou een Pokeball? Of... Ja. Wauw, ik ben echt benieuwd. Hey, een Marowak! Dat is chill. Ja, die is ook best wel goed. Zeker als je eventueel de Megastone van Marowak nog kan vinden. Ja. Alleen de catch rate is 11%. Dat is wel laag. En tackle gaat het verzwakken. Ik wil er niet doop maken. Alhoewel, ja, ik mag er natuurlijk wel doop maken. Oh, dat doe ik dus. Oké. Wat was dat? Wat deze? Stonish? Nee, dat deze niet. Om mijn defense fell. Welke attack deze? What the fuck? What the fuck, Melwal? Jij vieze bit. Ah, ik zat te denken, hè. Als jij lucht bent. Ja. Yeah. En je doet een game voor Gen 6, dan heb je dus eigenlijk één type minder. Of niet? Dat klopt. Maar dat is niet erg, want dan kan je daar gewoon Bug bij doen en dan is Bug alleen voor die. Ja, oké. Okay. Ja, omdat Bugs meestal ook kunnen vliegen, dus in principe is dat inderdaad geen verkeerde keus. Oké, dit wordt nogal lastig. Om deze te vangen, 11%. Ah, dit gaat echt kut worden. Oké, okay, ik heb de Roselia. Oh, nice. Maar gras resist electric ook, hè? Dus in principe... Ja, ik heb nu zometeen twee gras Pokémon's. Maar ja, die doen ook niet veel damage, hè? Dus dat is ook gewoon nog een probleem. Ja, dat is wel waar. Balletje gooien. Ja, confuus. Oké. Nou, dan gaan we de aflevering zo beëindigen. Ja, ik ben nog eventjes dingen aan het... Die man wel. Heb je Aaron al inmiddels? Ja. Oké, nice. Volgens deze catch rate... generator heb ik 16% kans om het te vangen. Okay. Met een great ball.
Dat is kut. Want ik heb hem nog niet. Oh, ik heb allemaal 4 Great Balls. Oké, okay, een pokeballetje dan. 1, 2, 3. Oh! Heb je hem? Ik heb hem. Nice. Dit is echt ziek. Ja, dat is wel chill. Oké. Maar bij deze. Ik zou zeggen, sluit de aflevering Mario af, want ik ben er klaar voor. Ja, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik heb er heel veel pijn gehad. Ik hoop dat ik de volgende aflevering wel win, want als ik de volgende aflevering weer doodga, dan is het wel afgelopen. Dus duim voor me. Ik zal ze allemaal tot level 20 trainen. Zou dat genoeg zijn? Ja, weet ik niet, eigenlijk. Nou, ik ook niet. We gaan kijken wat we gaan doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet op het kanaal van Sander te abonneren. En zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.